jaar is 1600 dagen. Het zwembad wel lekker voor onze lekker. Oh. Naar het zwembad. Ja. Echt waar? Ga dan maar weer even af, liefie. Mam, Luxie. Ja, daar ga je bijna. Hij valt er bijna plaatjes uit. Eerst je kleren uitdoen. Goed zo. Jullie ook aangekleed? Tadaa. Er is helemaal niemand. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Ja, schatje. En wij zijn op vakantie in Landal. En het is ochtend. En oh jee, Luxie. Luxie zit hier al aan het ontbijt. Goedemorgen. Oh, wou je die ook op? Heb je die gekregen? Ja, die zat hier in het pakketje. En de kinderen hebben die ook gekregen. En die zijn, het is een armbandje van Bollo, zeg maar. Die zat in het ontbijt. En die zijn ze hier zelf aan het betekenen. Hey, goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen met z'n allen? Ja, zeker. Ja, zeker. En Voeseltje ook. En Pipje ook. Oeh. Pipje ook lekker geslapen? En Pipje? En vader? Waar is vader? Ik denk dat ik al weet waar vader is. Vader lekker geslapen? Hier op de wc. En het is vandaag de ene laatste dag in het oude jaar. We hebben nog geen oud en nieuw gehad. En ja, we hebben eigenlijk niks op de planning. We kunnen vandaag eens kijken wat we kunnen gaan doen. Misschien kunnen we vandaag naar het zwembad. Ja! Daar zijn we nog niet geweest. Vind je dat ook leuk, Luxie? Oh, Luxie wil het volgende toetje. Ik wil heel graag naar het zwembad. Jij wil heel graag naar het zwembad. Dan kunnen we eens even kijken. Misschien kunnen we naar het zwembad. Dat is mijn toetje. Oh, maar die hadden er twee van. Kijk, die van jou die staat daar. Luxie, deze en Luan hoeft hem niet. Dus mag jij die van Luan wel? Luan, ze mag jouw toetje wel, hè? Ja, ik hoef niet. We hebben lekker geslapen, vader. Het is vandaag vlog 1600. Vandaag zijn we 1600 dagen. Is dat zo? Achter elkaar. Zo. Aan de vlog. Zo, wat bizar als je daar over nadenkt. 1600 dagen. Hoeveel jaar is dat wel niet? Ja, dat weet ik niet meer van. 1600 dagen. Dat weet je echt op social media. Hoeveel jaar is 1600 dagen? Lekker aan tafel? Ja. En kijk vandaag weer gezellig met ons? Nee. Hij kwam toch nog. Zit er nog op slot van je k? Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op van je k? Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Kopje, kopje voor de baas. Dankjewel. Lekker hoor. Lekker. Een bakkie koffie voor de baas. Dankjewel, baas. Lekker. Ja. Proost op deze vroeg en gezellige vakantieochtend. In de laatste dag van 2009. In de laatste dag, ja. Volgende dag 600. Tot één. Nou, we hebben een showtje aan tafel, vader. Dat is leuk, hè? Ben je lekker? Inmiddels zijn wij aangekleed en wel. En zijn wij helemaal klaar om lekker in het zwembad te gaan plonsen. En als het goed is, moet het nou lekker rustig zijn, tenminste. Want er gaan heel veel mensen nu weg van het park. Er gaan nu wat mensen weg van het park. Het is nog een beetje vroeg, dus misschien
Misschien hebben het zwembad wel lekker voor onze les. Ja. Zijn we de enige in het zwembad? Of vind je dat saai? Wel een beetje saai. Wel een beetje saai. Misschien zijn er toch nog wel wat kindjes om mee te spelen. Ja, maar ja, dan kan je wel je nieuwe bikini aan doen. Oh, ja, ik heb inderdaad een nieuwe bikini. Die zien jullie zo meteen wel. Die vinden wij iets mooier dan die zo. Ja, dit is, dit een, is een panter bikini die helemaal bij mijn panterbroek hoort. Zien jullie zo meteen wel. Maar we gaan lekker naar het zwembad. De muisjes zijn er ook al klaar voor. Kijk, daar zitten ze. Hebben jullie de laarsjes al aan? Oh, boem. Oh, ben je de laarsjes aan het aanhoeven? Luxie. Oh, dat is lief. Nou, zwemtas mee, de actioncam mee en gaan met die banaan. Zo, nou. Jongens, ga deze kant op. Op naar het zwembad. Naar het zwembad, naar het zwembad, naar het zwembad. Ja, ja. Naar het zwembad, naar het zwembad. Oh, boem. Oh, oh. Poppetje, naar het zwembad. Ja, ja. Ja, Lucilla die rent al heel hard. Yeah. Die heeft langere benen dan Luxie, hè? Ja. Yeah. Ja. Dag. Ze vinden dit randje om overheen te lopen zo leuk. Ja. Goed zo. Nou, we zijn er bijna, hè? Frisjes, hè, jongen? Ja. Ja, het wordt steeds frisser. Maar voordat we het zwembad aan plonsen, zien we het ballenhuisje. Ja. Is dat het ballonhuisje? Ja. Oh, ga kijken dan. Ga kijken naar het ballonhuisje. Daar is het ballonhuisje. Bollo, bollo, la 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 la. Hoe gaat dat liedje ook alweer, jongens? Bollo die is het park op, denk ik. Alle kindjes zijn het uitzwaaien die vandaag naar huis gaan. Ja. Maar weet je, mama? Ja? Ik heb vroeger ook zeggen. Ja? Niemand vertellen. Niemand vertellen, ja. Nou, Bollo zit echt. Er zit gewoon een mens in. Verkleed, nee, echt waar? Ja. Shh, moet je niet vertellen. Moet je niet vertellen. Wat heeft Luxie gevonden? Wat zeg je daar? Wat zie je daar? Maar weet je? Ja? Als je nou die Bollo ziet, dat is gewoon van mij. Ja, dat is een standbeeld van Bollo. Wat zie je, Luxie? Ja. Is dat een bijtje? Nee. Oh nee, 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 dit is een egeltje. Zit hij voor de haan? Ja, bijtje. Kijk, en daar is het bedje ook. Kijk, daar slaapt het egeltje. En kijk, daar vergrootglasje en nog bekkertje. Ja. En dat is super schattig. Wijn, dat vind ik heel erg schattig. Super schattig. En de kerstboom die staat er. Nee, dat Luxie. En dat is het huisje van Bijtje. Zit je bovenop de hoed van Bollo? Ja. Lucilla is er weer opgeklommen hoor, op de Bollo. Oh, hoe gaan we er nou af? Ga er maar weer even af, liefie. Ik denk dat Bollo dat een beetje zwaar vindt. Hey, Bollo, dit is een standbeeld. Oh, dat is een standbeeld. Bijtje is binnen aan het vliegen. Kijk, daar vliegt het bijtje. Kom maar jongens, zullen we lekker naar het zwembad gaan? Hop, naar het zwembad. Daar is het lekker warm. Luxie wil zelf aan het trapje. Goed zo, Luxie. Goed zo. Dag, Bollo. Dag, Bollo. Dag. Ja. Oh, wil je daar nog bij staan? Oh, ze zien nog wat. Daar hebben we het zonnetje Luan en de boom Lucilla. Kijk, dit is even de achterkant. Ja, dan moet je erdoor. Hé, hey, koek, koek. Daar is de boom Luxie. En de Bollo. Oh ja, ah, wat leuk. Goed dat jullie de laarsjes aan hebben. Hè? Zie je hoe modderig het is? Oeh, ja, vader, daar ga je bijna. Kom, Sil, naar het zwembad. Kijk uit met de auto's. Boep. Ja, hand bij het zebrapad. Zoals jullie weten heeft Lucilla een hele erge wiebeltand. En die zit er nog steeds. En die zit er nog steeds in. Laten we even kijken. Welke tand wiebelt er? Die. En hij valt er bijna uit. Hij zit vast aan een klein draadje. Nee, yeah, ik hoop het niet. Maar ze durft hem niet los te maken. Ze durft hem er niet uit te trekken. Dus hij zit er al een hele tijd los, hè? Ja, maar ik hoop het ook niet door het zwembad. Nee, nee gaat joh. Het zwembad niet uit. Daar moeten we zijn. Zwembad. Eerst de jas weer uit doen. Het is hier lekker warm. Heel warm. Zo. En de laarsjes, en de laarsjes uit. Eén, en twee. Gaan we lekker zwemmen? Ja, we gaan lekker zwemmen. Lucilla kan erbij. Hartstikke goed. Wow, wij zitten in het meisjeshokje. Mama. En Lucilla gaat de badpak aan. Zimmermin. Ja, en Luxie die is al begonnen. Hé, maar schatje, je moet eerst je kleren uitdoen. Kom, gaan we eerst de kleedjes even uitdoen. Ja, maar eerst even je kleren aan doen. Twee, jurkje omhoog. Leg dit. Ja, leg maar op het plakken. Kom, waar is Luxie? Ja, Luxie weer. Twee. Goed. Allemaal maar vast. Eén. Twee. Op het een.
Goed zo. Nou, Lucie is er klaar voor. Ja. Tadaa, Lucilla is ook klaar. Hij moet wel nog wel zwemmen. Ja. Jullie ook aangekleed? Jongens zijn ook klaar. Ja, hallo. Meisjes die hebben iets meer om aan te doen. Nou, uit te doen. Ja, dat zijn jullie. Tadaa, dit is hem dus. Wow. Ik zie de zee al, jongens. Zie je dat? De zee. Is dat nep? Oh, ik denk je plons er zo in. Maar kijk, dan moeten we hier doorheen. En hier moeten we zijn. Er is helemaal niemand. Kijk, wat is helemaal leeg. We zijn een beetje beslagen volgens mij, maar het gaat er weer over. Thank you.
eens wat te eten. Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ik zie je eten eerst een koket. We gaan weer terug naar ons knussenhuis. Ja. Huh? Nou, lieve meisjes. Ah, oh, Eskimootjes. En weer een welkom thuis aan ons Muslim Pipje. Nou, wat een fijn knussenhuis, jullie. Ja. We zijn weer terug. Zo, en wij zijn weer heerlijk terug in ons huisje. En we gaan hier een beetje chillen in ons huisje. Of dus het puppy. Ja. En knuffelen met de hondjes. Een boesko. Kom hier. Kom hier. Krullen hondjes. Lekker hondje. Lekker hondje. Die wouden ook mee naar het zwembad. Die wouden ook mee naar het zwembad. Hè? Maar ze hadden geen zwembroekje en badpakje bij, hè? Nee. En zonder zwembroekje en badpakje mogen de hondjes niet in het zwembad, hè? Nee. Ze kunnen niet bloot in het zwembad natuurlijk, hè? Dat is verboden, hè? Nee, grapje. Oh, schatje. Ja, dan ziet iedereen Woesel en Pip in blootje. Ja, dat kan natuurlijk niet. Jasje, ja, moet winterversje helemaal uit. Zo, kijk, ik heb zitten dan. Kijk, die hond zit. Ach, Woesel. En Pipje dan, die zit ook hier bij mij op schoot. Ze zijn zo lekker knuffelig. Lekker knuffelig. Ja, een lekker knuffelhondje. En Luan die is druk aan het knutselen hier. Hij is een barretje aan het maken of een kassaatje aan het maken. Ik weet niet precies wat hij aan het maken is. Dit is de balie. Door de balie? Ik maak hier een vuilnis. Oh, hij gaat vuilnisjes spelen met een balie. En Luxie ook daar. Papa, wat is papa aan het doen? We hebben al jullie lieve reacties. Ook op de Luan, Lucilla, Luxie kanaal. Ja. En ook op ons kanaal. Stop ze maar even voor één dag de reacties aan. Ja, dat is heel gek. Heel soms staan onder onze YouTube reacties. Op ons hoofdkanaal. Op dit kanaal, ik zeg het heel gek. Staan heel soms wel eens de reacties aan. Onder onze video's. Eén dagje maar. En de dag daarna zijn de reacties weer uit. Dat doen wij dus niet zelf, even voor de duidelijkheid. Dat doet YouTube automatisch. Hoe dat precies kan, weten wij ook niet. Soms staan ze aan en dan zijn we superleuk dat jullie dan allemaal de reacties achterlaten. En die checkt Daniel eventjes en die kijkt die even door. En Lucilla die zit weer heel lekker te knutselen. Want we hadden 2 jaar geleden dit leuke windmolentje op zonne-energie gemaakt. En die gaat ze nu even tekenen. Ja. En een? Lampenenergie. Op lampenenergie, ja. Lampenenergie noemt Lucilla dat. En die gaat ze nu eventjes heel erg mooi maken. We kunnen ook maken. Bij de lamp zo draaien. Ja, als je hem bij de lamp houdt, dan gaat hij draaien. Dat klopt niet. En bij de zon. En bij de zon, ja. Dat is grappig, hè? Dat is de zonne-energie. Dat hebben we ook op het dak van ons huis. We hebben hier ook nog een lekker appeltje. Lust iemand nog een lekker appeltje? Ja, zeker. Een lekker appeltje? Een aanbieding? Ja, een lekker appeltje? Nou, ga ik even dit appeltje snijden. Ze heeft ook nog een vlinder gemaakt. Hier is de vlinder die ze van hout heeft gemaakt. 2 dagen geleden ook. En die gaat ze nu mooi roze maken. Ze lijkt ook al wat. Niet helemaal. Oh, maar je begint met roze. Ja. Inmiddels is de zon onder en de maan boven. En dan gaan we even lekker hapje eten. Kijk, zie de maan schijnen door de bomen. Samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 boom.
dans mee en blijf in.